De longafdeling van het Meander ziekenhuis is een bekende plek voor Nelleke. Ze werkte hier jaren geleden en is nu terug als verpleegkundige om te helpen tijdens de coronacrisis. Maart begon het natuurlijk al een beetje, kwam veel op het nieuws. Mijn man werkt zelf op de ambulance, dus die had ook flink veel coronapatiënten natuurlijk te vervoeren. En toen begon het ook al wel, het was al wat eerder aan het kriebelen dat ik misschien toch wel terug wilde in het ziekenhuis. Maar toen voelde ik toch echt wel de noodzaak om te gaan helpen. Nelleke werkte in de thuiszorg en stapte over naar haar oude functie in het ziekenhuis. Ja, dat is best spannend om na 4 jaar weer in het Meander aan de slag te gaan. Ik dacht, als je na 2 of 3 jaar of na 4 jaar weer terug wil in het ziekenhuis als verpleegkundige, nou, dat gaat hem denk ik niet meer worden. Ik had ook niet verwacht dat het weer zou lukken. Eenmaal terug in het ziekenhuis valt alles op zijn plek. Het was gewoon thuiskomen. Het team heeft me heel hartelijk ontvangen. De teammanager, die kende ik gelukkig allemaal nog. Veel van het team ken ik nog. En iedereen is heel behulpzaam. Door de crisis heeft Nelleke haar passie opnieuw ontdekt. En gaat ze voorlopig niet meer weg uit dit ziekenhuis. Iets wat in mijn hart zit, denk ik. Ja, waar ik gewoon altijd al met plezier heb gedaan.